Beste mensen, van harte welkom. Vlog 2. Leuk dat je kijkt. Ja, beste mensen, ik loop hier op de Piazza Navona. Ik ben in Rome voor een conferentie van Centesimus Annus Pro Pontificia. Buongiorno a tutti. Het gaat vooral over een aantal dingen zoals de positie van gezinnen. Het gaat over duurzaamheid en het gaat over, ook over vervolgde christenen. Daarnaast heb ik loop nu naar het parlement en heb een afspraak met Alessandro Badilocchio. Dat is een parlementariër die ook in het Europees parlement zit. En eens even kijken hoe ze hier over Europa, Italië en de rest van de wereld denken. Jongens, ik ben nu toch weer even ergens terechtgekomen. Ik ben op de Spaanse ambassade bij de Heilige Stoel. Ik loop eventjes naar buiten, als dat hier mag. Het is heel goed om hier deze mensen te leren kennen, want dan vergroten we ons netwerk, waardoor we weer goede dingen voor Nederland kunnen doen. En daar zijn we mee bezig. Ja, ik stond nu op het kerkhof. Ik ben met Martijn naar het kerkhof gegaan. Kaplan Kessels in Bellen. Vandaag waren we op de Nederlands-Amerikaanse begraafplaats voor Memorial Day. Het was prachtig. De ambassadeur van de Verenigde Staten was daar en heel veel anderen. En echt een heleboel gasten. Maar op een prachtige manier de vele slachtoffers hebben herdacht. Die het mogelijk hebben gemaakt dat wij hier in vrijheid mogen leven. En dat we hier een democratie hebben. En nou, dat was toch wel heel, heel indrukwekkend. Ik heb net de fractievergadering gehad. En dat was weer heel indrukwekkend. Vanavond heb ik natuurlijk op dinsdagavond altijd om 9 uur het Facebook Live spreekuur. Dus houd je vraag vast vanavond om 9 uur, zoals elke dinsdagavond, op Facebook en Instagram spreekuur live. We hebben net een belangrijke vergadering gehad over Venezuela. Daar gaat het echt niet goed. 1,5 miljoen vluchtelingen op zijn minst al. Zul je zeggen, wat is dat ver weg? Maar meneer de staatssecretaris, waarom is het toch belangrijk dat we het hier over hebben in de Tweede Kamer? Nou, Venezuela ligt op een steenworp afstand van onze Benedenwindse eilanden. Dus alles wat op Venezuela, wat daar gebeurt, ook in negatieve zin, heeft zijn impact op de eilanden. En ook de eilanden maken zich zorgen over de vluchtelingentoestroom. Mensen die het land willen ontvluchten, is heel zorgelijk. Dat is ook precies de reden dat de Nederlandse regering heeft gezegd, we gaan Colombia, een land wat ontzettend veel vluchtelingen opneemt, steunen. En we gaan goede afspraken maken ook met de landen. En daar ging het debat vandaag ook over. Top, ja, heel goed. En de staatssecretaris van onze eilanden is daar goed mee bezig. Hey, leuk dat je hebt gekeken. Als je mij wilt blijven volgen, ga dan naar mijn social media kanalen. Die staan op de beschrijving. En dan zien we elkaar daar weer. En kun je me ook goed in de gaten houden. Beste mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Nee, tot de volgende vlog. Ja, je hebt wel een heel strak format hoor. Vlog 3, denk ik. Beste mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog.